Het is een mooie zomerse dag. Een tochtje richting Blauwe Kamer onderaan de Grebbeberg levert altijd leuke verrassingen op. Het is een gebied waar bos, water en open velden bij elkaar lijken te komen. Een aantal oude gebouwen die er zijn blijven staan, zijn niet alleen mooi om te zien, ze bieden ook een schuilplaats voor meerdere diersoorten. Veel vogelsoorten voelen zich hier thuis. Het is de combinatie tussen de verschillende landschappen dat ervoor zorgt dat er een grote variatie te zien is. Tijdens een rondje door de Blauwe Kamer kan je soms wel meer dan 50 vogelsoorten tegenkomen, waaronder deze ooievaars. Of deze grote zilverreiger. En de lepelaar. Maar niet alleen vogels laten zich zien. Het terrein wordt opengehouden door tientallen koninkpaarden. Een aalscholver poetst na een duik even de veren. De lepelaars hebben jongen. Ongeduldig laten ze hun ouders merken dat ze honger hebben. Het was de moeite waard, een bezoekje aan de Blauwe Kamer.